dames en heren, ik ben Evert ten Apel. En wie zit er naast mij? Jurie Mulder. Ja, goeiedag, dames en heren. En jij ook, Evert. Altijd gezellig. Maakt zich wellicht al op voor een schot. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. 4-3-3 wordt de wedstrijd vandaag gewonnen op de vleugels, Jurie. De wedstrijd wordt vaak gewonnen over de vleugels. Hè? Zorg dat je voorzetten krijgt. Zorg dat je doorkomt over de zijkant. Dan word je in het midden gevaarlijk. Lucas Digne. André Gomes. Die paas wat onderschept. Die wordt weggestuurd. Hij wordt weggestuurd. Die bal is een prooi voor de keeper. Prima paas. Mooi opgepakt. Die bal is voor de tegenstander. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat... Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit in. Zo'n afstandsschot moet veel en veel beter. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. De Lopeu. Williams. Bal midden voor het doel. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Williams. De vleugel daar is slecht afgedekt. Daar liggen de kansen, hoor. De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen. Willian. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Het is lopen met de bal en de blik vooruit. Hij gooit de bal voor het doel. Dat is dé kans op een voorsprong. Daar is het eerste doelpunt van deze wedstrijd. En de spelers zijn door het dolle heen. En terecht, maar ze zullen het hoofd erbij moeten houden, want ze zijn er nog niet. Come on, man. Willian. Mogelijk een goede kans hier. Die legt de bal terug. Hij kan u niet meer missen. Schot gelost. Uithalen zou ik zeggen. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jurie? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken.
Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Wissam Ben Yedder. Perrin. Een lange bal om het spel open te breken. Lucas Digne. Goed gekiept door van deze man. Hij tikt hem over de lat. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Diepe corner. De aanval loopt op niks uit. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Willian? Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Lucas Digne. Perrin. Wissam Ben Yedder. Daar zit de tegenstander tussen. Verdediging in actie. Casimiro. Wissam Ben Yedder. Wie weet levert dit een kans op. Hij wordt weggestuurd. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Hij durfde hem blijkbaar niet te vangen en bokst de bal weg. Bal voor het doel. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Willian. De bal vertrekt van de schoen. Een juweel van het doelpunt. Hector Bellerin. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Gezien door de scheidsrechter, wat gaat hij doen? Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. Lucas Digne. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Samuel Umtiti. Alves da Silva. Daniel Alves. Als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. Dat is een kansrijke paas. Hij is er doorheen. En dat is raak. Wat een wedstrijd. Bij die achterstand van 2 doelpunten denk je dat het gespeeld is. Het staat weer gelijk. En zo is het weer gelijk. Ze hebben de achterstand helemaal weggewerkt. Gelijk weer. Hector Bellerin. Er liggen mogelijkheden hoor aan de zijkant. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Wissam Ben Yedder. Die paas wordt onderschept. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij gaat ervoor. Daar stond de verdediger tussen. Morata! De verdediger zorgt dat de bal het doel niet bereikt. André Gomes. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Blijven de kaart op zak. Lucas Digne. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Willian.
Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Saul. Overtreding. Blijven de kaart op zak. Saul. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Een gevaarlijke bal waar de verdediging de grootste moeite mee heeft. De scheidsrechter fluit voor. De tweede helft is van start gegaan. Alves da Silva. Samuel Umtiti. Casimiro. Lucas Digne. De tegenpartij wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Al is het nog niet heel erg dreigend. Mogelijk een goede kans hier. Hij verliest de bal. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Jongen, wat heeft hij de eerste helft heerlijk gespeeld, zeg. Ja, uitstekend gespeeld. Hè? En hij kan in de tweede helft zijn hat-trick voltooien. Maar dat zal ook wel nodig zijn als ze vandaag uiteindelijk willen winnen. Dus hij is gewoon een belangrijke pion. Santi Mina. Mikel San José. Mina. De keeper heeft hem. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Zo hoort het. Het wachten was op nummer 3, maar daar is hij dan. En weer is het een prachtgoal. Weer zit hij erin. Volgens mij heeft die speler nog geen kans gemist vandaag, Juri. Ja, soms heb je zo'n wedstrijd, hè. Nou, ik kan je zeggen, dat geeft een heerlijk gevoel. Casimiro. Wissam Ben Yedder. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. In de handen van de keeper. Lucas Digne. Wissam Ben Yedder. Casimiro. Bal, retour, afzender. Aanval wordt gestopt. Die bal is voor de tegenstander. Wissam Ben Yedder. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De loveur. De bedoeling was een voorzet, maar de verdediger is alert en voorkomt een mogelijk gevaarlijke situatie voor het doel. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Casimiro. Morata. Santi Mina. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Rodrigo. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want hij is hem alweer kwijt. Hij laat doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter.
Dat is het. De keeper heeft hem. De bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Corner en wellicht een kans om wat te doen aan de stand. De bal wordt voor het... Morata. Dat was nog een kans hoor. Maar zeer matig gekopt. Dat zul jij als kopspecialist nog met me eens zijn. Ja, totaal niet goed geraakt die bal. Slecht getimed. En totaal de verkeerde richting ook meegegeven. Ja, met zo'n schot van ver, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Hij haalde flink uit, maar kon de bal niet genoeg richting meegeven. Nee, maar daar krijg je deze doelman niet bang mee. Hè. Dat schot leek nergens. Ai, 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 zou de keeper een brilletje nodig hebben. En nu uithalen. Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is een treun van je welste voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze nog meer ruimte weggeven. Casimiro. Samuel Umtiti. Wissam Ben Yedder. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Verdediger is kansloos. Grote kans voor Morata. Dat is een beste kans hoor. Veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger. Waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Denis Suarez. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Casimiro. Wissam Ben Yedder. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. En dat is wel heel ver weg. Ik denk niet dat die bal erin gaat. Nog maar 8 minuten te gaan. Die paas wat onderschept. Casimiro. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Deze uitbraak is nog niet ten einde hoor. Dat moet de aansluitingstreffer zijn. Ze staan nog maar 1 doelpunt achter nu. Eens kijken hoe dit gaat aflopen. Daar was de keeper er dichtbij. De bal wordt zelfs nog aangeraakt, maar verdwijnt toch in het doel. Mooi is dat als twee ploegen echt willen voetballen. De tijd dringt. Nog maar 4 minuten. Wie weet levert dit een kans op. Goed het geef uit die aanval gehaald. Erg nuttig. Het thuispubliek gelooft er nog in. Zoveel is wel duidelijk. Ja, ze laten zich flink horen. Hopelijk kan het team meeliften op hun enthousiasme. Dit kan dé kans worden om nog op gelijke hoogte te komen. Die pakt die bal op. Rodrigo. Morata. Casimiro. Daar is het schot. Daar is de gelijkmaker. Daar hadden niet veel mensen meer op gerekend, denk ik. Ik ook niet, maar het blijft voetbal. Ik denk dat veel supporters al rekening hielden met een nederlaag. Maar ze lijken alsnog een punt te pakken in deze wedstrijd. En heel misschien zit er nog wel meer in. Ongelooflijk, hij gaat er toch nog in. Ja, en dat in de extra tijd. Zo zie je maar dat je altijd door moet gaan. De scheidsrechter. Hij gooit de bal voor het doel.